Hi, welkom. Welkom bij Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreek ik 3 dingen met jou. 1. Hoe was mijn afgelopen week? 2. Wat is de quote van deze week? En 3. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Zullen we maar eens beginnen. Hoe was de afgelopen week? Nou, mijn afgelopen week is heel snel gegaan. Er zijn van alles gebeurd. Ik heb alle projecten bijna afgerond. Dus dat is wel fijn, want we komen aan het einde van de maand. Tweede, ik heb een serie video's gelanceerd op mijn website. Daarbij kan je per onderneming specifiek zien welke video's je kan gebruiken voor jouw onderneming. Dus je krijgt specifieke tips en tricks. Deze video's zitten nog in de testfase. Dus met andere woorden, het is gratis, gewoon toegankelijk. Je kan nu gewoon aanmelden ervoor. Als je vragen hebt over die video's of wat dan ook, bekijk de website of stuur mij gewoon een mail. En verder heb ik een nieuwe kanaal trailer, die komt deze week eruit, dus dat zien we dan wel. We gaan nu naar het tweede punt van deze week, de quote. De quote van deze week luidt: A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Ja, ik sta erbij stil bij deze quote, want het klopt wel. Het is net als mij met de streamen. Streamen is gewoon nieuw voor mij en het is even wennen. En bij de streamen zit ik ook in buiten mijn comfortzone. Dit komt puur omdat ik veel dingen tegelijk moet doen, maar ik moet ook met veel dingen rekening houden. Qua voorbereiding van de stream en de technische aspecten. Want op zich kan je het wel, maar je moet ook rekening houden van met de chat wie wel of niet wat zegt en via welke kanalen. En dat is soms moeilijk. Maar ik begin nu rustig aan mijn weg erin te vinden. Dus dat is hoe ik deze quote zie. En dat is ook vaak in mijn dagelijkse praktijk. Soms heb ik dingen waarvan ik denk, oké, dat ken ik niet. En dan ga ik kijken van hoe ik dat in mijn voordeel kan gebruiken of hoe het eruit ziet. Dus met andere woorden, ik ga buiten mijn comfortzone en ga kijken van, hey, hoe kan ik dat gebruiken? En wat zit daar precies? Laat me hieronder weten wat jij van deze quote vindt en hoe dat past in jouw leven. 3. Kom bij de derde punt. Hoe ziet mijn week eruit? Nou, het is einde van de maand. Het is gewoon nu alles afronden. Projecten ook opleveren. Verder doe ik mee aan een nieuw project waarbij je een chef om die maand krijgt. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want als dat goed gaat, dan zal het betekenen dat ik bijna niet meer hoef te koken. Dus ik heb gewoon een chef om die maand. Dus best wel interessant. Laat me hieronder weten wat jij van vindt om een chef om die maand te hebben. En hoe jij tegenaan zou kijken dat je niet meer hoeft te koken. Tot in de volgende video.